Kinderen die vandaag geboren worden, krijgen 7 keer zo vaak te maken met hittegolven als hun grootouders. En het wordt alleen maar erger. Deze zomer zagen we de voorproefjes van wat klimaatcrisis voor ons in petto heeft. Buitensporig veel bosbranden wereldwijd op grote schaal, enorme regenval, overstromingen, tropische stormen, extreem weer. Grote groepen mensen worden van huis en haard verdreven en hele generaties verliezen toegang tot onderwijs met desastreuze gevolgen. We hebben echt geen tijd te verliezen. In oktober 2021 overhandigde Save the Children het klimaatrapport Born into the Climate Crisis aan de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon Parme. Het is een rapport met ongekend schokkende conclusies over de impact van de klimaatcrisis op het leven en op de rechten van kinderen. Dus we hebben geprobeerd het inzichtelijk te maken wat het betekent voor kinderen om in deze klimaatcrisis te zijn geboren. En wij hopen dat u dit wil lezen en wil meenemen naar de kop in Glasgow om te kijken of we onze ambities op een hoger niveau kunnen brengen. Ik ben heel erg blij dat ik vandaag het Save the Children Report mag ontvangen. Als Nederlandse jongerenvertegenwoordiger vind ik het heel erg belangrijk om bij de klimaattop samen te werken met jongeren uit andere landen, om te zorgen dat hun stemmen gehoord kunnen worden en we op die manier samen aan een inclusieve en eerlijke oplossing kunnen werken. De klimaatconferentie is een plek waar we echt de ambitie nog hoger moet zijn dan het was. En zal het genoeg zijn om onze doelen te halen? Maar ik denk dat het best lastig is om die race nu al te bepalen. Nou, gaan we die halen? Maar elke vorm van ambitieverhoging is een stap minder effect op het klimaat, dus een minder effect op kinderen. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de leiders bij de klimaattop in Glasgow hun verantwoordelijkheid nemen om de klimaatcrisis op te lossen. Door een rapport te schrijven waarin heel duidelijk maakt voor de toekomst scenario's wat een effect dat op kinderen heeft, dat is een enorme bijdrage. Dus ik hoop dat Save the Children niet alleen maar reageert op huidige crisissen, maar nu ook bezig is met toekomstige crisissen te voorkomen. En ik denk dat dat een hele sterke stap is van Save the Children. In november gaan de wereldleiders naar Glasgow om hun klimaatplannen te bespreken. En we weten nu al dat ze niet ambitieus genoeg zijn. Save the Children roept de wereldleiders op om samen met de jeugd ambitieuzere plannen te maken. Want het zijn zij, de kinderen, de jeugd, die de grootste prijs betalen van deze klimaatcrisis. Meer weten? Check savethechildren.nl/klimaat.